Anderlecht Club. Een kaskraker die gisteravond net geen thriller werd. Paars-wit won met het kleinste verschil, maar verdiend. Opdracht volbracht voor Anderlecht. Nog 5 te gaan, want het verschil met Standaard blijft 0 punten. Sammy Nering trok gisteravond naar een Astridpark in volle titelstrijd. Dit is Anderlecht Club, het voorspel. Sonck versus Van Damme of concurrerende voetbalvrienden onder elkaar. Ook buiten het stadion is de sfeer eerste klas. Attack! 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 Yeah! Ah! Maar wordt het? Van binnen, hè? 1-0 is genoeg, hè? Meer moet dan niet zijn, hè? Van de hardste supporter van Paarswit naar Café La Coupe, beroemd en berucht tot ver buiten Anderlecht. Met achter den toog Michou. Naar verluid kleurt zelfs haar lingerie paars-wit. Avant je cours, je monte. Ah, vous êtes abonné. Oui, oui, oui. Abonné. Ma fille aussi, on va toujours au football, le personnel reste là. 5 minutes avant. Oui, je cours. Et globe. Anderlecht Club blijft een klassieker en met kippenvel nog voor de aftrap. Zelfs in een stadion waar ze al wat gewoon zijn. En wat een wedstrijdbegin. Binnen de eerste 2 minuten geel voor Van Damme en geel voor Gerards. En het gaat maar door in de 3e minuut. De schicht van Van Damme, redding Stijn Stijnen. Dit lijkt een topper te worden zoals zoveel anderen. Met gebikkel en getekkel naar lieve lust en tot bloedens toe. Maar wat vooral opvalt, het hoge tempo van Paarswit. Zelfs een ex-speler is zo eerlijk om dat toe te geven. Ja, ik denk dat we te slap waren, zeg maar. En wij hebben dan voortdurend press ingezet, dus dat was moeilijk. Op de bespreking voor de wedstrijd, dat is dan toch 2 uur voor de wedstrijd, heb ik vooral gehamerd op het feit dat we proberen het gelijke te zijn met onze tegenstander op het vlak van de agressiviteit van het fysieke. En dan moet ons voetbalvermogen bovenkomen aan de rand. En dat is ook gebeurd, vond ik. Halverwege de eerste helft kan Stijnen maar half aan de bal. Heerlijk hakje Van Damme en Moussoufa zonder genade. 1-0 voor Anderlecht, oververdiend. 10 minuten na de pauze plots een kopkans voor club via Sonck. Schitterende parade, Davy Scholle. Het is de laatste week wat kritiek geweest op mij, dat de prestaties niet zo goed waren. Ik weet dat zelf ook dat het met ups en downs ging. En daarom ben ik wel blij dat vandaag heel goed was. En hopen dat we nu die lijn kunnen doortrekken. Hou jij vanavond Anderlecht in de titelstrijd? Ja, in de titelstrijd zou ik niet zeggen. Ik bedoel, we zijn een elftal. Ieder heeft zijn specifieke taak in het elftal. Die van mij is zoveel mogelijk ballen eruit houden en geen doelpunten slikken. In de toegevoegde tijd is het toch bijna van dat. Weer Sonck en weer Scholle er nog net tussen. Met 2 vingertoppen. Ja, ik dacht dat ik er net voorbij was. Hij raakte echt met zijn vingertoppen de bal nog tegen mijn voet. Dus ja, hij redt misschien voor hun wel de punten. Want dat waren misschien ook wel de enige 2 keer dat we dicht bij doel zijn geweest. Na het laatste fluitsignaal nog net iets meer paarswitte euforie in de tribunes dan op het terrein. Want er wachten nog 5 finales richting die felbegeerde titel. Hoeveel punten heb je nog nodig om kampioen te worden? Je zei net 15 op 15. Klopt dat? Ik denk dat we nog 5 wedstrijden hebben. Dus 15 op 15. Zoals je vorige week zei, het gaat tot op de laatste speeldag door. Zeker. Zeker. Na vanavond? Zeker na vanavond.